Alright, de training van vandaag, daar hebben we alleen maar een stoel voor nodig. Eventueel een matje, maar dat is niet echt nodig. We werken terug met 1 minuut werken, 30 seconden rust. Hou je klaar? We beginnen met knieheffen. Kom op, let's go! Kom aan, dan gebruik je armen goed mee. Hef die knieën maar hoog. Half weg. Volhouden. 10 seconden. Twee. Eén. En rust. Volgende oefening zullen de jumping jacks zijn. Dat wil zeggen armen en voeten uit elkaar en terug samen. Hier achter mij staat de timer. Dus kijk gerust mee hoe lang we nog moeten. Hou je klaar voor 10 seconden. Is het arrivé? 3, 2, 1, jumping jacks, let's go. Kom aan, de laatste 5 seconden nog. 2, 1. Oké, en relax. Goeie. We gaan opnieuw huppen en we draaien met onze heupen in de ene richting en in de andere richting. Weer even heel goed terug op adem te komen. 15 seconden. En dan gaan we er weer tegenaan. Hè. Dus nog altijd opwarming. Dus we gaan er wel geraken. Klaar? Kom op, let's go. Shake those hips. Draai goed met die voeten van links naar rechts. Blijf goed draaien. 10 secondjes nog. Twee. Eén. En relax. Oké. We gaan onze stoel erbij nemen. En we gaan starten met squatten. Dus ga goed tegen de stoel staan. We gaan daarin zitten. Handen vooruit. En we staan terug recht. Seconden. Gaan we klaarstaan voor de stoel. 3, 2, 1. Kom aan, daar gaan we. Let the beat control your body. Let the beat control your body.
Laat die tenen een klein beetje naar buiten wijzen. Ah, goed bezig, kom aan, hè. Halfweg. Niet afgeven, hè. Oké, blijf maar lekker zitten. Doe de handen naast ons op de stoel voor de dipjes. Als de benen gestrekt zijn, is het zwaar. Zijn de benen gebogen, is het een beetje makkelijker. We zakken hier voor de stoel en terug. Als je een stoel hebt met leuningen, hou goed je armen aan de binnenkant van de leuningen. Dan gaat je nog meer je triceps gaan voelen. Zet ons klaar. 2, 1, let's go. Kom maar. Ja, op je gemakje, dit is een zware oefening. Blijf goed met je rug dicht bij de stoel, hè. Halverwege, als je een beetje moe bent, zet even terug. Schud die armen wel los. En dan gaan we er weer terug tegenaan, hè. Denk er weer aan, voeten dichterbij. Het is een beetje makkelijker, want dan kunnen we meeduwen op die voeten. Voeten verder weg. En het is een heel stuk zwaarder. Klaar, nog 10 seconden. 2, die armen goed uit. En relax. Gooi die armen goed los. De volgende oefening is voor onze buik. Dus we zetten ons goed vooraan op de stoel. We leunen naar achter. En van hieruit gaan we de knieën heffen. We tikken met de handen tegen de voeten. En we zetten de voeten terug neer. Dus goed naar achter blijven. Tikken en terug. Zijn we klaar? 3, 2, 1, let's go. Kom op, tikken. 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 Hap, 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 hap. Blijf goed ademen. Iedere keer als de knieën omhoog gaan, adem even uit, hè. Schouders een klein beetje meer naar voren te brengen en dan voel je die mooie crunch in je buikspieren. 15 seconden te gaan. 10. Hoog. 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 Ah. Alright. Gooi je even heel goed terug los. Ik ga mijn stoel een klein beetje draaien. De volgende oefening is de step-up. Dus we gaan op de stoel stappen en helemaal terug er vanaf. Dus we stappen op en we keren terug. Half minuut met hetzelfde been en dan pas gaan wisselen. Klaar? Let's go! Hoog. Op, op. Net zoals in de basic step. Hoog, hoog, laag, laag. Hoog, hoog, laag, laag. Tien seconden voor we wisselen van voet. Hou het klaar. En dan gaan we naar de andere voet. Hop, en
terug. Ha. En terug. Ha. Goed zo. Laatste 10 seconden. En relax. Hou klaar voor de push-ups. Als we weer een stoel hebben met leuningen, de makkelijke manier is om de handen van boven op de leuningen te zetten. Zorg wel dat de stoel ergens tegen staat, zodat het niet kan wegglijden. En wanneer wij kunnen we onze push-ups doen? Iets moeilijker is de handen beneden zetten. Nog moeilijker is met de handen beneden en de voeten boven. We zullen boven beginnen. Kom, dan gaan we. Mocht dit nog te moeilijk zijn, zet gerust je knieën op de grond. Ga een beetje naar achter. Is het te makkelijker? Is het te makkelijk? Zet je handen weer op het zitje. Veertien seconden. Ah, goed bezig, hè. Hoor dat bekken een beetje gekanteld. 25 seconden. Crunchjes, dus we gaan proberen om de stoel te raken. Dat is alles. Hou klaar. 3, 2, 1, let's go. Kort, hè. Proberen nog altijd schuin boven u te kijken, dat we een mooie rechte nek hebben. We zijn al half weg. Goed blijven ademen. Adem uit een keer als je omhoog gaat. Laatste 10 seconden, kom aan hè. 3, 2, 1, relax. We gaan dan onze Bulgarian split squat doen. Dat zeg ik dat we één voet op de stoel leggen, andere voet naar voren en van hieruit gaan we rustig naar beneden. En terug. Halverwege, niet vergeten te wisselen. Hè? Hou klaar. 3, 2, 1. En dan gaan we. Probeer mooi recht naar beneden te gaan. Zorg ervoor dat je knie niet voorbij je voorste tenen komt. Dus blijf ook een stukje leunen op je achterste voet. We wisselen van voet. Ik breng die knie. Achterste knie goed laten zakken. Voorste knie, niet voorbij de tenen. Tien seconden. Alright. Goed, we zetten ons terug op onze stoel neer.
lekker makkelijk. Een klein beetje naar voren zetten, zodat we niet achter tegen zijn. We doen onze armen helemaal opzij. Oké, we maken cirkeltjes. Blijf een lange nek houden, dus duw die schouders naar beneden. Tot halverwege doen we de achterwaartse cirkeltjes. En dan gaan we dadelijk andersom beginnen te draaien. Hè. Let op, want die schouders beginnen moeten worden. En dan gaan we stiltjes aan die schouders omhoog heffen. Hou ze naar beneden. Handen blijven ongeveer op schouderhoogte. Ah, heel goed. Andersom. Langzame cirkels, maar wel blijven volhouden. Nog 10 seconden. Alright, en ontspan. We hebben er nog eentje te gaan. En dan zit onze half uur training erop. Alleen nog een beetje stretching uiteraard. Laatst voor de buikspieren opnieuw. We leunen weer naar achter, eventueel de handen hier opzij of aan de buitenkant van je stoel. We gaan de knieën van links naar rechts brengen. Dus probeer goed te draaien met je onderbenen. Klaar? 3, 2, 1. En dan gaan we draaien, draaien, draaien. Hou de voeten en de knieën goed tegen elkaar. Die onderbenen zijn bijna een toolbox. We leunen niet achter tegen. Blijf een beetje naar voren. En we werken vooral de schuine buikspieren, maar ook wel die rechten. Kom aan. Dat laatste stukje. Dus hou het nog even vol. Daarna is het stretching. Draai, draai, draai. Laat die knop maar gaan. Tak, 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 tak. En die buikspieren al goed te voelen. Blijf je bekken goed gekanteld houden. Anders voelen we ook onze rug en dat is niet de bedoeling. Tak, 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 tak. En relax. Oké. Ontspan je goed. We gaan stretchen. Zet een beetje rustige muziek op. Oké, we blijven op onze stoel zitten. Dat is niet echt rustige muziek, hè. Voilà, dat is al wat anders. Goed, we zetten ons aan de voorkant van onze stoel. Eén been doen we gestrekt, we zetten de hiel op de grond. We maken ons mooi groot. Handpalmen wijzen naar elkaar. We kijken lichtjes naar boven en we duwen vooral onze navel naar voren. Eén been is gestrekt, één been is gebogen. Ga vooral goed naar voren. Oké, we laten de handen zakken, we nemen onze tenen vast. We trekken een beetje naar ons toe. Oké, we wisselen onze voeten. Strekken ons weer goed uit. En we gaan naar voren. Zo ver als je kunt naar voren. Hou je been gestrekt. 15 secondjes. Prima. We nemen onze tenen vast. Trek ze rustig naar ons toe. Voel de stretching in je kuit. De
richting van uw knie, dicht bij uw knie. En ontspannen. Breng één hand achter ons hoofd, tussen de schouderbladen. Met de andere hand nemen we de elleboog vast. We trekken de arm achter ons in en duwen met ons hoofd lichtjes tegen de arm. En ook hier weer heel rustig in- en uitademen. Voel de stretching in je triceps, achterkant van je bovenarmen. En ontspannen, we gaan wisselen. Kom aan, nu maar naar achter. 15 secondjes. En ontspannen. We draaien ons een kwartslag op onze stoel. Eén bil mag er vanaf. Met onze vrije hand nemen we onze voet. We trekken het tegen ons zitvlak. En dan proberen we onze knie helemaal naar achter te brengen. Hou je goed vast met je andere hand aan de stoel, zodat je niet omvalt. En ontspannen. Naar de andere kant. Eén bil op de stoel. Met de hand nemen we onze voet vast. Trek die heel tegen je zitvlak. En dan de knie rustig naar achter. Hou je vast aan je stoel. Zodat je er niet van afvalt. En ontspannen. Goed, we gaan eventjes achter onze stoel staan. We leggen onze vingertoppen op de stoel. En we gaan onze polsen naar beneden duwen. 15 seconden. En ontspannen. We draaien de handen andersom. En we duwen weer. Rustig naar beneden. Voel die onderarmen stretchen. En los. We leggen onze handen terug op de achterleuning. We gaan met de voeten een stukje naar achter staan. We duwen de schouders naar beneden. Steek je zitvlak goed naar achter. En duw maar laag. Recht. Zetten onze voeten breed uit elkaar, zo ver als we kunnen. Met één arm gaan we over ons heen, de andere hand gaat laag naar beneden. Rek vooral goed uit, dus uw bovenste hand maken zo lang mogelijk. Niet gaan steunen op uw knie, laat die hand maar naar beneden glijden langs uw been. Ontspannen. Ga naar de andere kant. Kom aan, dan maak je lang. Doe die arm over je heen, zo ver als je kunt. En ontspannen. Voor de laatste stretching zetten we ons terug op onze stoel. We leunen goed achter tegen, heffen de knieën, neem de twee knieën vast met onze armen en maken ons klein. Steek je neus maar tussen de knieën. Voilà mensen, dat was het voor vandaag. Als je het allemaal perfect gedaan hebt samen met mij, heb je een hele goede workout achter de rug. Prima, en tot de volgende keer.